Maar dat is wel lastig, want volgens mij ga ik ook gewoon naakt. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet op YouTube. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, wat ik doe nu hiervoor. Oké. Okay. Echt? Ik vind jou juist zo mooi zonder make-up. Ja, nee, maar ik doe altijd wel iets op. Hallo jongens, ik maak eindelijk weer eens een vlog. Ik ga vandaag iets superleuks doen. Ik heb namelijk een shoot, een fotoshoot, maar een hele bijzondere. Daar gaan we zo meer over vertellen. En ik zit nu in de visagie bij Charlotte. En wat ga je nu met mij doen? We gaan helemaal vlechten. Oeh. Helemaal strak, want je hebt een mooi gezicht en die zien we niet. Oh, precies. Oké, okay, want mijn haar leidt af dan of zo. Ja. Maar, het is super exciting. Ik ben helemaal naar een ver industrieterrein in Amsterdam gefietst. En we zijn een hele mooie grote industrieel-achtige studio. Maar volgens mij gaan we ook wel dingen naakt doen, toch, Sef? Ja, zeker. Ja. Maar jij mag straks alles erover vertellen, want ik kan helemaal niet uitleggen hoe het allemaal werkt. Moet ik mijn hoofd stil houden trouwens? Nee hoor, kom maar goed. Ik trek gewoon wat harder. Want dit is dus het portfolio van de fotograaf. En ik heb hier even mijn vinger op de tepel, want dat gaat YouTube natuurlijk niet oké vinden. Maar op de rest staan allemaal geen tepels. En dit zijn zo'n vette foto's. Dit wordt dus op een soort van plaat afgedrukt, op een soort zilverplaat. Maar ze gaat straks nog uitleggen hoe het allemaal werkt. Maar dit is dus het idee van wat voor foto we van mij gaan maken. En mijn haar ziet er nu zo uit. Dus dit is mijn haar van de achterkant. Echt super vet. Ik vind het jammer dat ik, als ik mijn gezicht van voor zie, dat ik het dan niet zo kan zien, maar... En super chill. Sef heeft gewoon een soort call sheet gemaakt. Dus een beetje met het idee, een beetje met de inspiratie. En hier dus alle informatie. Dus mochten jullie het willen opzoeken, check hier de website. En dit is op Instagram. Oh my god, mijn make-up zit er bijna op. En het zal er nu misschien heel gek uitzien. Maar je moet je voorstellen dat het dan voor een speciaal soort foto is. En dat ja, nu lijkt het alsof ik wel heel wit ben en geen contour en zo. Tenminste, dat was je ook nog niet van plan, toch? Nee. Nee, precies. Dus het is echt gewoon speciaal aangepast op hoe de foto gaat worden en dat het op de foto wel echt mooi is. Jij bent dus de fotograaf. Kunstenaar ook. Oh, en kunstenaar ook. Wat gaan we precies doen vandaag? We gaan vandaag een collodion wetplate maken. En dat is natte platenfotografie. Een oude techniek uit 1851. Oh my god. Wow. We zien nu ook gewoon, we gaan niet eens een foto maken met een camera, maar... Met een bakbeest. Ja, het is echt bijzonder, want dit is de studio. Lekker groot en daar gaat het straks allemaal gebeuren. En hoe gaat het dan in zijn werk? Want het is dus zeg maar dat ik heel stil moet zitten of zo, toch? Ja, en... we gaan straks een aluminiumplaat lichtgevoelig maken. En die gaat nat in de camera. En vervolgens gaan we die belichten. En dan zie je, als we weer naar boven gaan... In de donkere kamer. Ja, dat wist ik ook nooit. Ik had wel gehoord van doka, maar dat gewoon heel simpel donkere kamer betekende. Ja, en daar gaan we dus zien welke zilver deeltjes wel en niet belicht zijn in de camera. En dat wordt dan de foto. Dus we werken ook met echt zilver vandaag. Nou, ik vind het allemaal super vet. En uiteindelijk gaan we 1 of 2 foto's maken. Ja, en dan nog ook wat rolfilm. Ja, cool. Niets digitaal vandaag. Precies. Dit wel, dit filmpje. Ja, maar... inderdaad. Verder doen we alles analoog. Alles analoog. Ja, echt super vet. Ik ben zo benieuwd. Er zijn hier nog, of ja, de visagist is hier nog en een vriendinnetje van haar. Dus zij kan gelukkig achter de schermen ook een beetje filmen. Want, maar het is wel lastig, want volgens mij ga ik ook gewoon naakt. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet op YouTube. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Nou, het is af. Dankjewel. En nu gaan we shooten. En ik moet mijn shirt uitdoen, dus we moeten even kijken of dat goed gaat lukken. Ja, wat ik doe nu hiervoor. Oké. Oké, laat jij eerst anders. Ja. En dan... Ja. Oh, nu zit hij alleen op mijn hoofd. Oké. Gelukt? Ja. Alright. Als mijn haar nog goed zit in ieder geval. Kijken, achterkant. Ja, volgens mij zit het goed. Klaar. En dan heb ik vloeistof. Die ik al eerder heb gemaakt. Wow. Zie je dan? Oh ja, ja, heb ik het wel een beetje. Ja. Nou, dan moet je zorgen dat het dus heel mooi verdeeld is. Een zilverbak. Mm-hmm. Hier zit zilver in, wat opgelost is. Oké. Okay. En dan moet het nu gewoon wachten. Ja, en mij moet er 3 minuten in. Kinnetje omhoog, wat meer lucht bij je kin. Laat de schouder eerst meer zakken. Is je meer? Ja, zo. En dan hoef ik eigenlijk wat we willen is hier nog iets meer. Ja. Kan je hier ook nog meer bol maken? Ja. Nu een beetje knikt. En dat bedoel ik, je hebt nu 1 vinger. Doe eens je hele hand. Ik denk sowieso wel aan deze kant, niet aan deze kant. Nee, aan de andere kant. Oké, de foto is gemaakt. We zijn nu... Oh, dit ziet er inderdaad heel vet uit op camera.
We gaan het straks gewoon gelijk al zien. Kijk, Lin. Nu zie je jezelf dus in negatief. Aha. En dit is water. Dus dan spoel ik alle chemie er weer af die ik er net overheen heb gedaan. Zodat het kon ontwikkelen. Nu stopt het dus. Dan vind ik dat er genoeg grijswaarde in zit. Oh ja, precies. Oeh. Oh. Wat? Oh, ik kan me nu nog dus echt nog niks bij voorstellen hoe dat dan gaat worden. Oh, mijn gezicht! Dit is zo bizar! Wow, dit is echt heel snel gegaan trouwens. Hoe dit is ontwikkeld. Ik had misschien mijn schouder nog iets verder naar voren moeten doen, of niet? Ja, maar je had hem al heel ver. Ja, hè? Zie je hoe weinig we dat dan zien? Ja? Ja, inderdaad. Oh, dit is echt het mooiste wat ik ooit van mezelf heb gehad, denk ik. De foto uiteindelijk, ik laat even geen tepels zien, maar... Echt heel vet. Ja, en de make-up moet dikker. Ja, je ziet niks bij de ogen. Ja, dat is wel gek, hè? Want hoeveel ik inderdaad... Helemaal weg. Hoeveel ik echt daadwerkelijk op heb. Dat is toch heel mooi juist? Ja. Nee, maar ik vind juist dat naturelle ook wel mooi. Dat je eigenlijk die oogschaduw helemaal niet zo goed ziet. Maar misschien wat meer mascara dan of zo. De tweede foto. Deze is wel... ik vind mezelf denk ik minder mooi. Erop staan. Het is wat rauwer, hè? Dit. Maar het is inderdaad wel wat, ja... Wat sterker of zo. Wel krachtig. Wow. Yeah. Oh, wow. Dit is echt top. Hier komt mijn gezicht echt goed uit ook. Oh, en mijn schouders en oh, alles. Oh, ik ben echt in shock. Oh, echt. Dit is gewoon... Ben je er klaar voor? Ja. Oké, ik ben klaar met de shoot. Mijn make-up is er ook af, want ik vond het iets te heftig om mee naar buiten te gaan. Maar ik heb mijn haar nog wel even zo laten zitten en dan wel, zeg maar, los. Dus ik voel me nu helemaal die ene chick van Orange is the New Black. Ik weet even niet meer hoe ze heet, maar jullie snappen vast wel wie ik bedoel. We hebben echt super vette foto's geschoten en allemaal analoog, dus niet digitaal. En dus die drie platen. Ik ben helemaal blij. Hier zijn ze alweer met iemand anders bezig in de studio, maar boven nu, geloof ik. Maar jongens, hou gewoon mijn Instagram in de gaten. Dan zien jullie alle foto's wel verschijnen. En ja, ik ben gewoon echt super blij. Het was echt een vette ervaring. Waar kunnen mensen jou vinden? Op Instagram. Oh ja, ja. Principles of Light. Dat is op Instagram. Ik. Ja, ik zet het in beeld. Ja. En je hebt een website? Ja, sevillermaria.com. Dat is moeilijk, zet ik ook in beeld. Dus wat kunnen mensen, zeg maar, mensen kunnen dus ook zo'n shoot doen bij jou? Ja, ze kunnen mij boeken voor een mooi portret. En zoals jullie zagen, kijk samen met de persoon hoe diegene erop wil komen staan. Ja. Bij jou drie platen gesproken. Ja. En dan één, die kiezen we, die we online zetten. Ja, precies. Vet. Nou, dat gaan jullie dus terugzien op mijn Instagram en ook op jouw Instagram. Dus ik vond het super leuk om met jou samen te werken en echt heel gezellig. En we gaan elkaar vast vaker zien. Dus dit wilde ik even aan jullie laten zien. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en abonneer zeker even en volg haar op Instagram. Ja, tot de volgende keer. Doei!